Simon, wat doe je hier? Ja, ik ben aan het turnen bij, want ik doe mee aan de high five. Hoe ben je zo gekomen om dit te kiezen? Ik heb thuis ook een trampoline en ik ga heel vaak op de trampoline. En toen dacht ik, ja, dan wil ik vaak misschien nog turnen. We zijn bij FITA 2000 vandaag. FITA 2000 is een turnclub voor jongens, meisjes, nijntje, gym, peutergym. Maar vandaag zijn we bij de jongens en dat is omdat er heel veel high-fivers zich hebben aangemeld. Nou, hoeveel waren dat, hè? 10. 10? Ja. Dan heb je het wel gewonnen van alle andere verenigingen volgens mij. Ja, superleuk toch? Ja. Maar dat is denk ik vooral omdat het zo heel erg mooie sport is voor jongens om te doen. Ze kunnen hun grenzen verleggen, ze kunnen dingen uitproberen. Het is intiem, in teamverband, het is gezellig. Dus, en ze kunnen even lekker een uurtje helemaal al hun energie kwijt. Het was heerlijk deze dagen. Zit er ook een bepaalde structuur in zo'n training als vandaag? Zeker, er wordt over nagedacht. Er worden onderdelen van tevoren opgesteld, er wordt een trainingsprogramma bedacht van tevoren. Maar wat hier een hele belangrijke is, is dat de kinderen zelf kunnen aangeven tot hoe ver ze willen gaan, kunnen gaan of durven te gaan. Ze worden niet gepusht om over hun grenzen heen te gaan? Absoluut niet. De een vindt dat heel erg leuk en die wil dat en dan helpen we erbij. Maar als ze niet willen, dan moet het niet. En dat maakt het heel erg leuk en vrijblijvend, maar ook wel een stukje uitdaging. Dus we bieden het wel aan, maar het hoeft niet.